Het Nationaal Leger betreurt het incident dat zich heeft voorgedaan met een panzervoertuig. Major Farid Ilahi Baks zegt in een gesprek met het Nationaal Informatieinstituut dat vanwege snel en kordaat optreden van de ervaren bestuurder een incident met rampzalige gevolgen de samenleving bespaard is gebleven. De panzerwagen richtte gisteren een enorme ravage aan nabij de rotonde bij de Weidenbosbrug. Volgens de bestuurder hadden de remmen van het voertuig het begeven, met het gevolg dat het een pand en een trafohuisje van de NV Energiebedrijf in Suriname ramde. Achteraf bekeken is Suriname bespaard geworden van een groot ongeluk, daar er in het magazijn middelen zijn opgeslagen die een ramp konden veroorzaken. Het leger was in verband met de viering van de Onafhankelijkheidsdag bezig met oefeningen en de panzerwagen kwam van Stolkertsijver terug. Major Ilahi Baks spreekt tegen dat iemand gewond is geraakt. Volgens hem heeft de bestuurder een klap in het gelaat gehad, waardoor zijn bril stuk is gegaan. De boordschutter kreeg ook een klap tegen zijn knie, terwijl een man in het restaurant, die in het restaurant aanwezig was, een fles tegen zijn been kreeg. Ilahi Baks geeft verder aan dat de schade reeds is opgemaakt en de verzekering is ook al in beeld gebracht.